onze cd is een paar weken uit. Ik denk dat dit de vijfde is of zo. Vierde, vijfde optreden met dit programma. Ja, en dat bevalt goed. Ja, het is heerlijk om te doen. Ja. Ja, echt een kolfje naar mijn hand. Ik ben heel blij met dit programma. Ja, dat zag ik in je ogen. Die ik zo lief heb. En die mij nooit bedrogen. Ik ken de troubadour. Dat was in 1969 en toen was je 19. Dat is, lijkt mij zo ontzettend jong. Hoe kijk je daar achteraf op terug? Ja, dat is natuurlijk belachelijk jong. Ja. Ja. En je kent het leven nog niet of nauwelijks. Je denkt dat je het een beetje kent. Maar je hebt wel een vermoeden van wat het is. Ja. En later blijkt dat soms heel anders te zijn. Maar dat is wel interessant. Om zo jong te beginnen. En om dan door al die fases heen te gaan. En zelfs dat liedje dat zong ik toen ik 18 was. Ik maakte toen ik 18 was. Ja. Dus dat het nu een hele andere lading heeft gekregen. Ja. Dus dat is interessant. Ja. Ja, dus maar ja. Dat ik mijn leven lang al zing, dat had ik van tevoren ook niet kunnen denken. Gewoon. Onweerstaanbaar, niet te stoppen, diep verborgen. Kom je langzaam naar boven. Het wachten voorbij. Het programma heet Wie ben je? Dus het gaat om. Wat drijft een mens nou? Weet je wel, wat is je bestemming? Wie ben je nou? En daar kun je zo ontzettend veel over zingen. Want je boort daarmee een onzichtbare bron aan in jezelf. He, dus ik ben dan de zangeres, een ander is de perfecte huisvrouw of de danseres of weet ik veel. Iemand heeft een beeld van zichzelf. En als je daar niet meer aan voldoet door omstandigheden, nou, wie ben je dan wel? En als je daar doorheen durft te gaan, dat doorheen breekt, dan boor je een bron aan. Dat heb ik ervaren en is zo inspirerend. Jij, de tomeloze, jij stroomt door de bergen van mijn adem. Jouw adem staat dieper, het donkere waar mij. En het blijft stromen, zo onweerstaanbaar, niet te stoppen, niet verborgen. Had je al eerder iets van haar gezien? Van heel, heel, heel vroeger, moet ik eigenlijk zeggen, van het Songfestival, weet je wel. Het heeft me buitengewoon geïnteresseerd dat ze nog zo betrekkelijk jeugdig uitziet en dat ze nog zo'n goede stem hebt. Ik vond het heel mooi. De liedjes spreken mij heel erg aan, dat sowieso, ja. Wat spreekt u daar dan in aan? Gewoon omdat het iets van haarzelf is. Het is gewoon organisch, hè, een lied. Als ik nou met jou spreek en jij zegt iets heel leuks tegen mij, waardoor ik denk, nou, dan denk, heb je best kans dat ik morgen denk, oh... Weet je wel? Ja. Ja. En is dat er altijd, die inspiratie? Nee, niet altijd. Maar wel heel vaak. Ja. En soms moet je ook zuigen, moet je alle dingen in je opnemen. En dan is er weer een periode dat je dus je behoefte hebt om... En dan kun je niet zeggen hoe dat komt. Hm. Maar dan zie ik mijn gitaar staan en dan kijk ik en denk, och, wat is die toch mooi. En dan pak ik hem en denk, oh, het klinkt hier mooi. En dan ga ik iets spelen en denk, oh, dit is iets moois voor een liedje. En zo gaat het. Jij, 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 jij.